schatje Liz. Goedemorgen. Vivian in the house. Yes, we zijn lekker op het strand. Ik ben met mijn cutie. Oké, ik film dit even met mijn iPhone, want ik heb echt zoiets doms. Oh my god. Het is heel heet. Ik heb al mijn kleren open gedaan. Ik sta dus op het punt om naar Lowlands te gaan en al mijn spullen in de taxi te gooien. Ik draai even snel mijn penslot. En toen zat hij dus helemaal vast. En de enige manier om hem uit te krijgen was met een tang. En toen is hij afgebroken. En nu sta ik dus buitengesloten. En nou denk je misschien, ga dan gewoon op pad. Maar mijn portemonnee ligt erin. Mijn camera ligt erin. Ik ga natuurlijk met Levi's, dus ik wil ook dingen vast kunnen leggen. En ik moet natuurlijk zondagnacht ook gewoon mijn huis in kunnen als ik hier weer sta. Er is nu iemand die mij helpt en hij zei, doe dit de volgende keer alsjeblieft niet meer zelf. Het zit er helemaal in vast. Het zweet druipt van me af. Oh my god, jongens. Ik ben binnen. Wat een situatie. Oeh. Het slot is eruit. Ik ben 163 euro armer. En nu ga ik op mijn mobiel gaan. Ga ik snel racen. Woehoe. Ik zit in de auto met Skyler. En Leo. Hallo. En we singelen. Nou, eigenlijk is het alleen maar leuker op geworden dat ik gewoon vertraagd ben, want nu zit ik bij deze schatjes in de auto. Made it to Lowland! Ik heb net shampoo gezien en het was echt te dik geworden. We gaan nu even wat eten. Ik ben deze bek tegengekomen. Kijk, Lies is in een tijger. Ik ben in een luipaard. Ik weet het, maar het is toch wel erg een zebra. Zebra? Maar kijk dit nou. Want op de ene staat de kraag denk ik hoor. Oh, waar gaat zo heen? Ik ging naar de hamburger. Dat is niet de tent. En ik heb mijn lieve schatje gevonden. Hij gaat een suikerspin van mij kopen. Ik vind het heel romantisch. Yes! Ik heb een spin! Ik ben bij de XX en dit is dus wat ik zie op het tent beland en iemand is mij aan het lokken. Iemand? Met een zakje chips. Ricky? Met verschillende chipsen. No. Chips-assortiment. Ik krijg nu Doritos en Bugles. Wat een geluksvogel. Zonder kokje. Man. Ik ben op een soort strandje. Er zijn ook allemaal mensen aan het windsurfen. Het ziet er amazing uit. En hier in de tent achter me hebben we nu een feest met Levi's. Waar we lekker denim gaan customizen. En heel veel drankjes gaan drinken. En daarna weer in Lowlands gaan. Is dat leuk? Heel gezellige groep hebben we. Allemaal leuke chickies. Iedereen ziet er mooi uit. Dus het is helemaal leuk. Liz, hoe gaat het met jouw vlogs? Doe je ze nog? Een beetje af en aan. Ik kijk ze wel als ze er zijn en ze zijn heel leuk. Ik zei dat ik vlogcamera mee wilde nemen hier naartoe. En toen zei Yuki, nou, dat ga je toch nooit doen. En toen dacht ik, ja, dat is waar ook. Gewoon een teken, ja, oké. Maar ik ga het wel weer doen. En we zitten te kijken naar Liz, haar nieuwe collectie. Mag ik dat eigenlijk zeggen dat je dat maakt? Van haar merk Le Café Noir. En het wordt
zo vet. Daar zit een roze, bont, een soort teddyjas in. Ik heb hem nog nooit zoiets leuk. En hij is het allerzachtste ooit. Is daar ook een broek van? Nee, wel een tas. Kan je ook een been in stoppen? Daar kan natuurlijk je zelf ook in, want hij is fucking groot. En ik heb hem gemaakt omdat ik dacht dat het zo lekker is. Het vliegtuig kan ik nooit ergens mijn hoofd op kwijt. En dan kan je hem zo een beetje oprollen. Slim! Als kussentje. Deze guy. I've been bringing you cocktails back. Oh, wat heerlijk. Wat een mooi bekertje ook. Mooi bekertje. Lekker. Even voor nu de boel afsluiten, want ik laat mijn camera hier, want anders ben ik zo aan het slepen en er komt echt het drank over mijn tas en dat soort dingen. Dus ik zie jullie straks weer. Het is Lowlands dag 3. Zijn we nog in leven, Liz? Still alive. We gaan nu even de trein op. Ja, even wat dansjes doen. We hebben ook een leuk hip-hop muziekje. Ik ben nog altijd nog even aan het aankleden. Zoveel zin om met hip-hop wel goed te kunnen dansen. Waarom gaat iedereen naar huis trouwens? Ja, weet ik niet. Is hij live? Is hij live? Oh man, man, man. Helemaal bezweet. Oh. En ik heb er eigenlijk de hele dag nog niet gevlogd, want ik had net een afspraak die ik best wel spannend vond. En ik was gewoon niet in staat om me te concentreren echt op iets anders. Het is nu 1:30. Ik heb echt 2 uur over gedaan om terug te komen, want ik zat vast in een trein die weer achter een andere trein stond en dat soort terrorzaken. Ik ben nu even op kantoor om styling spullen op te halen. Ziet er heerlijk uit. Woehoe. Check deze berg die op mij ligt te wachten. En hier nog een heleboel. Ik begin namelijk morgen weer aan een tv-programma voor Net 5. Het is iets wat ik vorig jaar ook heb gedaan. Het is een samenwerking tussen Net 5 en Viva. Waarbij ik 20 carrièrevrouwen interview over hun weg naar succes. En wat ze doen en wie ze zijn en hoe ze daar zijn gekomen. Vet leuk. Lekker girl power gevoel. Dus daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Dat begint morgen. En Nicole doet mijn styling daarvoor. Dus dat is super leuk. En ze heeft al die looks hier nu gedropt. Ik heb daar heel veel zin in. En ook wel enigszins stress van. Want het zijn 20 dagen in de komende 2 maanden of zo. Wat met een propvol werkschema echt wel heel veel is. En ook wel hele lange dagen. We crossen natuurlijk door het hele land. Het zijn hele uiteenlopende vrouwen. Dus het zijn vaak wel hele lange dagen. Volgens mij moet ik morgen om 5:30 op. Verder ook heel spannend trouwens. Vet leuk nieuws. Ben ik mijn volgende schoenencollectie voor Fred de La Bretonnière aan het ontwerpen. Dus dat is vet cool. En dat is echt super goed gegaan de vorige keer. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jullie willen zien in de volgende collectie. Zijn het weer espadrilles? Zijn het hakken? Zijn het sandaaltjes? Waar heb je zin in? Tel het me in de comments. Dan ga ik daar echt mee aan de slag. Ik vind het namelijk super leuk om van jullie te horen. Ik moet jullie ook even laten zien welke geweldige dingetjes er weer zijn binnengekomen. Namelijk pakketjes van Anna en Nina. Boep, boep. Waaronder dit hele lieve armbandje. En echt hele mooie oorbellen. Ze lijken een beetje op een ring die je aan je vinger zou doen. Check deze, amigo. Zo cool. Love it. En een lekker t-shirtje. Ik heb hun t-shirts echt totaal afgedragen. Dit is er een uit de nieuwe collectie. Met een tijger erop. I like it. Morgen guys. Ik ben opgestaan om 5:05. En ik ga zo draaien. Ik hoop dat ik mijn stem dan een beetje heb. Ik ga nu naar SBS om in de make-up te gaan en dat soort dingen. En we gaan vandaag filmen bij een celbioloog. Iemand die onderzoek doet naar de cellen en hoe die zich gedragen in het geval van kanker.
super interessant, super gaaf. We gaan dat doen in Nijmegen en ik ga mijn camera niet meenemen omdat ik het ziekenhuis niet echt een plek vind om te vloggen. Dus ik laat hem even hier en dan zie ik jullie straks weer. En we gaan lekker video's opnemen in de dikste suite in de Pulitzer die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het is echt niet normaal, het heeft een eigen hallway en het is zo mooi. Dat is een soort boog van boeken. Vivian zit lekker snackje te eten. Wij gaan het dus hebben over Instagram en wat het allemaal met je doet. En wat zijn nou de fabels en de mythes, we prikken hem even door. Dus dat wordt leuk. Omdat deze suite dus een eigen ingang heeft aan de grachten, kunnen we lekker hier buiten zitten. Gewoon lekker midden op de gracht. Even een broodje eten en even van de zon genieten. Heerlijk. Ja, hoi. Ik ben in de Amsterdam Toren. Zeg ik dat goed? Geen idee. Ik was hier ooit voor wie echt alle vlogs kijken waar ze die schommel op het dak hebben. En nu ben ik hier omdat ik ga eten met Bombay Sapphire, ginmerk. En ze hebben een soort speciaal menu samengesteld waar allemaal cocktails bij horen. Vet leuk en het uitzicht was waanzinnig. We hebben nu een soort glitterbal waar ook Stardust in zit. Die eet wel zo'n oester. Doe jij het voor? Je moet er niet op kouwen, hè? Nee joh, nooit. Best wel moeilijk, eerlijk gezegd ook. Dik. Hallo, het is nu donderdag en het voelt eigenlijk al als vrijdag. Maar ik ben lekker op kantoor en ik heb net twee afspraken gehad. En zometeen ga ik samen met Jamie lunchen en leuke dingen bespreken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Verder is het vet lekker weer. Ik heb blote benen. Die er ook best bruin uitzien op beeld, al zeg ik het zelf. En een glitterjurk. Het was zo leuk gisteren draaien met Vivian en met die super lieve Jul. Dat je gewoon 12 bent en zo'n mini go-getter. Dat vind ik zo cool. Ik ben met mijn cutie. Hallo. Zitten wij samen in één scherm? Wow. Ja, dat kan zeker. Misschien als we... We gaan zo meteen meatball spaghetti eten. Dus dan kunnen we ook met zo'n slip naar elkaar. Als een lady en een tramp. We dachten dat kan best overdag. Nou. Toch? In plaats van als avondeten. Ja, ja, dat doe je hier bij Liberty. Ja, het is echt een lekker plekje. Ik heb hem nog nooit gehad. Oh, ik ook. Dit wordt mijn derde. Lekker! Wij gaan lekker bijkletsen en ook kijken of we misschien iets leuks samen kunnen doen. Want jullie hadden op Jamie's Insta allemaal gezegd dat jullie dat wilden. Ja, dat wij iets samen wij willen dat ook. Wij willen dat ook. Dus in principe gaan we B&B'en. We gaan bijkletsen en brainstormen. Nice. I like it. Lekker hoor. Jamie vlog actie. Statiefje maken. Goedemorgen, het is vrijdag en omdat ik morgen de hele dag moet filmen, ga ik lekker in mijn eentje ergens ontbijten. En ik zit in de zon, ik heb een huge stapel tijdschriften. Ik zie allemaal binnen, dus ik heb een hele stapel toegeëigend. En ik ga mijn vaste ontbijtje nemen en dan ga ik straks met Kim afspreken. Dus dit wordt een hele lekkere dag. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben aan het draaien met een mega leuk team.
We zijn weer op pad voor FIFA en net 5 bij weer een hele inspirerende vrouw die een supercoole festival app heeft ontwikkeld. Daarover later meer. En we staan nu in een weiland op de zaterdagochtend, maar het is super lekker weer, dus we zijn wel in goede spirits. Ik ben ook heel veel aan het zweten en ik heb zelfs net het geluid wat hier ergens zit soort van verstoord en toen bleek dat het door mijn boobzwet kwam. Ik ben lekker thuis en het was best wel een intensieve draaidag. Ik ben nu lekker in een soort chillpak van mijn lievelings gunnybroek en dit shirt. En ik heb weer Indonesisch eten besteld. Super lekker. Ik heb een Julia Roberts film ontdekt die ik nog niet heb gezien op Netflix. En ik heb nieuwe tijdschriften. Dus dat is helemaal lekker mijn lievelingshobby. Het was echt heel warm ook vandaag en heel weinig gedronken. Dus ik ben een beetje uitgedroogd en duf. Dus dit is een lekkere chillavond. Soms wil ik dan ook vragen, wat zijn jullie aan het doen? Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Try to keep it on low. Goedemorgen, het is zondag en ik ga lekker een soort mini vakantiedag nemen met Jordi. We gaan op de motor crossen en naar het strand. En ik denk dat we nog even bij Kim en haar vriendje langs gaan die ook bij het strand zijn. Ik zit de hele tijd zo naar mijn mini tattoetjes te kijken. Deze amigo. Ik heb toch wel heel veel zin om weer iets nieuws te nemen. Zo verslavend. Oh, oh, oh. And I just wanna leave, oh, oh. I try to keep it on low. Yes, we zijn lekker op het strand. Met een heleboel eten. En Jordi. En Kim en Anno. Joehoe. Hallo, hallo. Ik ben dus net tegen een uitsteeksel van een verkeerspaal aangelopen. En nu heb ik super pijn aan mijn hoofd. Doe dit en dit. Zo treurig. Dat is ook zo'n moment dat je denkt, ja, ik word nooit zo'n vrouw die het leven helemaal onder controle heeft. En gewoon, dit soort fails horen er echt wel bij. Met dat gezegd hebbende ga ik nu even de vlog afsluiten. En ik hoop dat je hem leuk vond. Als je niks wil missen, zorg dan even dat je je abonneert op mijn kanaal. En doe even een thumbs up als je deze vlog gezellig vond. Tot in de volgende. Doei!